Een hele goede middag, Mark. Goedemiddag. Welkom in de uitzending. Dank je wel. Zeg, jij bent al meer dan 10 jaar bezig, hè? 20. 20? Afgelopen december was het 20 jaar dat ik in het vak zit, ja. Ja, want dan ben je in 2004... 2003 was eigenlijk mijn presentatie destijds van mijn allereerste album Verloren Tijd. En ja, dat is eigenlijk voor mij geschreven destijds. Het is 4-5 keer nog gecoverd door een ander. Maar het was mijn debuutalbum. En dat werd in loonpersing gedaan destijds. En dat betekende dus, je betaalde je eerste cd, je kreeg er 500 mee. Toen je nog presentaties, die werden eraan gekoppeld. En uiteindelijk, toen zeiden we nog tegen elkaar, als we die met de bouwvak kwijt zijn, dan doen we het goed. Een half jaar de tijd ervoor. Maar dat was binnen 1,5 week. Oh. We hadden er meer dan 600 verkocht en toen ging het hard. Ja, dat ging zeker snel dan. Ja, dat ging goed. En nog steeds alle dagen waar we optreden wordt nog gevraagd naar het lied. Dus het was zeker een goed lied, maar ook een goed album. Ja. En hoeveel singles heb je nu uitgebracht? Ik zat laatst te tellen. Ik geloof op mijn website staan er nu 16, 17 en 4 albums. Ja. Ja, dat is toch wel... En ze staan niet allemaal vermeld, dus ik geloof dat ik tegen de 20 aan zit. Ah, het zijn er meer dus. Ja, het zijn er meer. En ja, onlangs heb je jouw nieuwe single uitgebracht ook. Ja, dat klopt. En, waarheen? Geproduceerd door Frank Verkooy. Ja, weer terug bij Frank. Ja, geen onbekende natuurlijk. Nee, absoluut niet. Welke artiest zit niet bij hem tegenwoordig? Nou ja, er zitten een aantal, ik geloof 40 jongens hebt die onder zich, mannen en vrouwen dan. Dus dat is een leuk aantal, toch? Ja. En toch behapbaar. Ja, het is een vlotte bewerking van de Vlaamse zanger Bobby Prins. Ja. En hoe komt dat? We hebben in 2010, had ik al eens een keer in de 2.0 versie gedrukt. En dat werkte ontzettend goed. We hebben destijds die single uitgebracht. En die heeft 9 maanden lang meegedraaid in B-rotaties, landelijk en in België. En toen was eigenlijk de nieuwe single al aan de beurt, maar omdat hij al de oude single meedraaide, in dit geval de Schaar, ja, werd het gewoon in de wacht gezet, een soort van luxeprobleem. Ja. En uiteindelijk hebben we na 9 maanden pas onze single kunnen releasen. Maar we moesten gewoon wachten, we mochten niet met 2 liedjes tegelijk in de lijst. Oké, ja. En vandaar dus eigenlijk, dit idee lag er nog, het dat ik nog nummers meer ga pakken van Bobby, want het is gewoon, dit idee lag er al heel lang. En die hebben we gewoon gepakt en uitgebracht. Ben jij fan van Bobby Prins? Nou, we zijn er wel mee opgegroeid. Natuurlijk is het een icoon voor ons. En hij speelt nog steeds zijn boekingen, brengt nog steeds liedjes uit. Dus voor degene die ermee opgegroeid is, weet wie dit is. Niet hier in Nederland, denk ik. Niet in Nederland, ja, bepaalde groepen misschien wel. Maar wij zijn er vroeger mee opgegroeid, dit soort muziek. Dus dit leeft onder ons wel heel erg. Ja, ik ga de nieuwe single promoten. Want je bent vandaag de promoschijf hier op RTV Seaport. Hey, top man. Dat is leuk. Ja. Super. Hey, ik wil je heel erg bedanken voor het interview. En we spreken elkaar de volgende keer weer. Ja, gaan we zeker doen. En alvast bedankt en een fijn weekend. Ja, jij ook. Dankjewel. Dit is de promoschijf. Promoschijf. Waarheen? Ach, waarheen toch moet ik nu zonder jou? Ik had nooit gedacht dat dit eens gebeuren zou. Waarheen?
ben zo alleen. En ik haat nu de dagen zonder doel waar ik nu door het leven. Ik vraag me af waarheen. Mike van Dijk, hoorde je in Waarheen, zijn allernieuwste single. Dit is pas muziek in je eigen taal.